Dit is college 4. In dit college gaan we praten over sociale perceptie. Dus hoe we de wereld, onze sociale wereld om ons heen waarnemen. En in dit eerste gedeelte gaan we praten over hoe informatie aan ons gepresenteerd wordt. Niet per se alleen maar sociale informatie, maar ook informatie in het algemeen. En om te beginnen wil ik bij jullie een klein geheugentestje doen. Om jullie daarmee te illustreren hoe ons geheugen werkt en ook hoe de presentatie van informatie invloed kan hebben. Oké, bij dit geheugentestje is heel simpel. Ga ik verschillende woorden opnoemen. En jullie taak is om die woorden te onthouden. Dus ik ga zo meteen een lijstje woorden één voor één opnoemen. Op een rustig tempo. En probeer die woorden te onthouden. Je mag ze niet opschrijven, dat is vals spelen. Dus geen papier erbij, geen notities op je telefoon. Nee, allemaal niet. Gewoon jouw eigen mooie brein gebruiken om de woorden te onthouden. Oké, ben je er klaar voor? Daar komen ze. Fietstas. Koektrommel. Dakdekker. Koelkastmagneet. Boomwortel. Stiefvader. Thermometer. Trektrop. Vogelpoep. Oké. Dat was hem. Nou, dan gaan we nu door met gewoon het vervolg van het college. En misschien kom ik er zo meteen nog heel even op terug. Maar we gaan nu door en ik ga weer gelijk jullie aan het werk zetten, want ik heb een vraag voor jullie. Namelijk, stel je voor, jij hebt gesolliciteerd op een baan. En het is echt wel je droombaan. Je wil heel graag die baan hebben. Je hebt een mooie brief geschreven, je cv opgestuurd. En tot je grote verrassing krijg je een telefoontje dat je op sollicitatiegesprek mag komen. En dan wordt je verteld dat er nog 9 andere kandidaten zijn. Jij bent de eerste die gebeld wordt en ze vragen, heb je misschien een voorkeur? Wil jij misschien als allereerste geïnterviewd worden of binnenkomen voor een sollicitatiegesprek? Of wil je liever ergens in het midden of wil je als allerlaatste? Wat zou je kiezen? Welke plek denk je dat het meest gunstig is als je gaat solliciteren voor een baan? Nou, het antwoord hierop is te vinden in de resultaten van jullie geheugentest. Dus ik ben heel erg benieuwd, welke woorden weet je nog? Dus zet deze video heel even op pauze en neem even de tijd om op te schrijven welke woorden je nog hebt onthouden. Oké, nou, ik ben heel erg benieuwd hoe je het hebt gedaan. Ik ga nu de woorden nog een keer oplezen en dan kan jij kijken hoeveel woorden je nog wist. Daar komen ze. Fietstas, koektrommel, dakdekker, koelkastmagneet, boomwortel, stiefvader, thermometer, trektrop en vogelpoep. Hoeveel wist je er nog? Nou, hoeveel woorden je nog weet, dat verschilt een beetje van persoon tot persoon. Maar ik kan wel een voorspelling doen van welke woorden je nog weet en welke woorden je bent vergeten. Er is namelijk een grotere kans dat je de woorden in het begin van de rij nog hebt onthouden. Dus fietstas, koektrommel en dakdekker. En de woorden helemaal op het eind. Dus thermometer, trekdrop, drop en vogelpoep. Die woorden die hebben een grotere kans om onthouden te zijn dan de woorden in het midden. Dus koelkastmagneet, boomwortel, die zijn waarschijnlijk een beetje vergeten. En dat heeft ermee te maken dat ons brein wordt gestuurd door de volgorde waarin we informatie te verwerken krijgen. Dus er zijn volgorde-effecten. Hier zie je eigenlijk de resultaten van hetzelfde soort onderzoekje als wat jullie net hebben gedaan. Als proefpersonen de opdracht krijgen om informatie te onthouden, kunnen ze informatie aan het begin van een reeks goed onthouden en aan het eind van een reeks. Maar in het midden, dat wordt vaak vergeten. Nou, dat komt omdat informatie aan het begin van de reeks wordt goed onthouden. Dat wordt ook wel het primacy effect genoemd. En de reden dat informatie aan het begin van een reeks goed wordt onthouden, heeft ermee te maken dat er dan een grotere kans is dat die informatie in het lange termijn geheugen belandt. Als jij begint met zo'n opdrachtje, dan is jouw brein nog helemaal blanco. Dan kan je informatie heel goed in je opnemen, heel goed verwerken. En dan is er nog een kans dat je dat ook in je lange termijn geheugen opslaat. En informatie in je lange termijn geheugen, die kan je veel beter reproduceren dan informatie in je korte termijn geheugen. Nou, de reden dat woorden helemaal op het eind van de reeks ook goed worden onthouden, dat heeft ermee te maken dat dat wordt het recency effect genoemd. En dat komt omdat die woorden misschien nog ergens zijn blijven hangen in je korte termijn geheugen. Dus die zijn als het ware nog een beetje actief. Die heb je nog net een beetje, dat staartje heb je nog laten hangen. Maar woorden in het midden, die worden dus relatief vaak vergeten. Dat is dus ook meteen het antwoord op de vraag welke volgorde je zelf zou moeten ambiëren als jij op sollicitatiegesprek moet gaan. Kies er dan voor om oftewel helemaal als eerste te zijn of een van de eerste, of helemaal op het eind. Maar in het midden is niet zo'n goede plek, want dat is een kans dat jij vergeten wordt door de sollicitatiecommissie. Nou, de volgorde waarin informatie wordt aangeboden heeft dus effect, maar dat geldt niet alleen maar voor algemene informatie, maar ook sociale informatie.
Dus als je bijvoorbeeld een beschrijving leest van een bepaalde persoon, dan is het eerste woord of het eerste stukje informatie wat je leest, heeft het meeste invloed op jouw oordeel. Dus kijk bijvoorbeeld maar eens mee naar deze datingprofielen. Er zijn twee verschillende dames die zichzelf, die een beschrijving van zichzelf geven. En de eerste dame, Kate, die begint eigenlijk met een beschrijving van humor. Dat ze grappig is en dat ze dat belangrijk vindt. En je zal haar dus vooral waarnemen als iemand die humor en humor belangrijk vindt en grappig is. En de tweede dame, die beschrijft zichzelf als sportief. Die zegt dat ze een heel erg fan is van sport. En dat zal jij dan als belangrijk attribuut bij haar onthouden. Dus denk hier ook goed over na volgende keer als jij je datingprofiel weer aan het bijwerken bent. Naast de volgorde van de informatie wordt ons brein ook op andere manieren gestuurd. En een van die manieren is de negativiteitsbias. Nou, dat klinkt niet zo fijn en dat is het eigenlijk ook niet helemaal. Dat wil namelijk zeggen dat ons brein voorgeprogrammeerd is om op zoek te gaan naar negatieve informatie. Informatie die ons meer vertelt over de dingen die misschien niet goed gaan in de wereld. Dus ons brein, als dingen goed gaan, dat is natuurlijk fijn, is prettig. Maar ja, dat is ook niet zo relevant. Dat is misschien ook de reden waarom in het journaal nooit zoveel aandacht is voor goed nieuws. Want ja, dat gaat gewoon lekker. Daar hoeven we ons verder niet druk om te maken. Maar de dingen die slecht gaan, daarvan moeten we op de hoogte zijn. Dat moeten we goed in de gaten houden. Dus ons brein die zoekt eigenlijk naar waarschuwingssignalen. En in ons leven kan dat best wel voordelig zijn. Evolutionair gezien heeft het natuurlijk ook best wel duidelijk nut. Als jij bijvoorbeeld door het park wandelt en je ziet een hond ineens heel hard op je afkomen rennen met zijn tanden ontbloot, ja, dan is dat een gevaar. En het is belangrijk dat je dat gelijk waarneemt en dat je daar ook op handelt. En als je een heel prettig zonnetje op je huid voelt, is wel leuk, maar het is niet zo relevant als die hond die woest op je afkomt rennen. Dus we zijn eigenlijk bezig met onszelf in veiligheid brengen. En daarom zijn we vooral heel erg op zoek naar negatieve informatie. Trekt dat meer de aandacht, maakt ook meer grotere indruk op ons. We onthouden het ook beter, negatieve dingen. Er zijn dus voordelen aan te bedenken in de zin van dat we veiliger zijn, maar het heeft ook nadelen natuurlijk. Bijvoorbeeld als wij feedback krijgen van anderen, dat heb je vast zelf ook wel eens meegemaakt. Als jij een presentatie geeft zoals ik nu dit college geef, ik geef al vaker hoorcolleges en ik krijg heel vaak positieve opmerkingen. Dat mensen zeggen, ik vond het heel erg leuk en ik heb veel geleerd en het was fijn. Maar er zijn ook altijd mensen die minder enthousiast zijn en dat is natuurlijk ook prima, want je moet gewoon eerlijk je mening kunnen zeggen. Maar die negatieve feedback, ja, die blijft dan altijd heel erg hangen. En dat overstemt eigenlijk al die positieve geluiden. Dus het is eigenlijk ook wel een beetje jammer dat ons brein zo werkt. Dat we heel erg op zoek zijn naar negatieve informatie. Nou, of iets positief of negatief is, dat stuurt onze indruk. En dat weten bijvoorbeeld politici ook. En ook marketeers weten dat. En die weten dan ook die informatie zo te presenteren dat ze er een bepaalde draai aan geven. Dit wordt ook wel spin framing genoemd. Bijvoorbeeld als jij een batterijoplader of een telefoonoplader wil verkopen, dan weten die marketeers wel dat het beter werkt als je zegt dat een batterij, oplader 95% van de batterij in stand houdt. In plaats van dat hij 5% van de batterij verliest. Dus ja, de informatie is precies hetzelfde. Maar je koopt het eerder als het op een positieve manier gepresenteerd is. Dus de manier waarop het gepresenteerd heeft indruk. Politici gebruiken dit ook veel. Bijvoorbeeld toen er in de Verenigde Staten een oorlog tegen Afghanistan kwam, werd dit Operation Enduring Freedom genoemd. Nou, dat klinkt prachtig toch? Daar kan je helemaal niet tegen zijn. Enduring freedom, dat willen we allemaal wel. Maar door het kiezen voor zo'n term, ja, proberen ze natuurlijk om de mensen, de burgers, mee te krijgen en steun te krijgen voor zo'n militaire actie. Een laatste voorbeeld is dat er in de media ook veel gebruik wordt gemaakt van plaatjes. Als je het bijvoorbeeld hebt over the children of 9/11, dan zie je een heel ander kind dan als je het hebt over the children of Bin Laden. Of die tijdschriften daar nou wel of niet bewust gebruik van maken, dat is natuurlijk niet duidelijk. Maar dit zijn precies voorbeelden hoe ook weer stereotypes in stand worden gehouden. Door mensen met een donkere huidskleur te associëren met terrorisme en witte mensen met slachtoffers. En dus dit is ook een voorbeeld van spinframing. De media houdt van spinframing, omdat het een beetje sensatie maakt. En zo kunnen ze ook vooral in die
In bijvoorbeeld de Britse pers maken ze veel gebruik van spinframing als het gaat om leden van het Koninklijk Huis. Ik denk dat jullie allemaal wel bekend zijn met het Britse Koninklijke Huis. En dat er sommige leden van het Koninklijke Huis heel populair zijn en omarmd worden en andere niet. Jarenlang was dat heel erg duidelijk bij Meghan Markle en Prins Harry. Die werden heel erg slecht afgebeeld in de media in vergelijking met Kate Middleton en Prins William. En zelfs in vergelijkbare situaties, bijvoorbeeld toen Kate Middleton zwanger was, was het allemaal heel positief. En kijk eens hoe mooi ze is en kijk eens hoe ze straalt en hoe lief ze is met haar baby in de buik. En toen Meghan Markle zwanger was, kreeg ze alleen maar hele negatieve commentaren te verwerken van in dit geval de Daily Mail. En ook als zij zich op een bepaalde manier gedroegen, wat heel erg vergelijkbaar was, ze waren bijvoorbeeld afwezig bij een bepaalde familiegebeurtenis bij de Queen, dan was dat, als dat bij Kate Middleton gebeurde, werd het allemaal heel goed begrepen en was heel veel begrip voor. Maar als dat bij Meghan Markle gebeurde, was de pers heel erg fel erop en waren ze daar heel erg negatief over. Nou, dat heeft natuurlijk ook gevolgen gehad, want op 8 januari 2020 maakten Prins Harry en Meghan Markle hun besluit bekend om een stap terug te doen als seniorleden van Britse koninklijke familie. En inmiddels wonen ze in de Verenigde Staten en ja, zijn ze eigenlijk helemaal niet meer op de voorgrond. Echt ook zeker door deze acties, deze spinframing van de Britse tabloids. Nou, we hebben nu dus gezien dat de informatie, dat hoe de informatie aan ons gepresenteerd wordt, dat heel veel invloed heeft op ja, hoe ons brein die informatie verwerkt. Zelfs als we heel erg ons best doen om informatie goed te onthouden en op een objectieve manier te bekijken. Het is ergens een beetje jammer dus dat wij minder objectief zijn en minder goed zijn in het verwerken van de informatie dan we willen. Maar het enige voordeel is dat we dit wel nu in ons voordeel kunnen gebruiken nu we dit weten. Dus ben op je hoede hiervoor.